Ik verzoek de griffier de getuigen binnen te leiden. Goedemiddag iedereen, ook weer de mensen op de publieke tribune. Ik open deze vergadering. Aan de orde is het openbaar verhoor van de heer Van Nimwegen. Meneer Van Nimwegen, goedemiddag en welkom namens onze parlementaire enquêtecommissie woningcoöperaties. Goedemiddag. Onze commissie doet onderzoek naar opzet en werking van het hele stelsel van woningcoöperaties. Onderdeel daarvan zijn incidenten die hebben plaatsgevonden. Onze commissie onderzoekt wat dat betreft wat er is gebeurd, hoe dat allemaal heeft kunnen gebeuren en zeker ook wie daarvoor verantwoordelijk zijn. Vandaag concentreren wij ons op de casus Rochdale. Naast een aantal andere casussen, waaronder Vestia, is Rochdale een casus die aan de orde komt in onze openbare verhoren. En ook daar richten wij ons op wat, hoe en wie. En in dit kader, meneer Van Nimwegen, wordt u gehoord als getuige. Dit verhoor vindt plaats onder ede. En u heeft er zelf voor gekozen om de belofte af te leggen dat u de gehele waarheid en niets dan de waarheid zult zeggen. Gaat u staan, alsjeblieft. Als u mij nazegt, dat beloof ik. Dat beloof ik. Dan staat u nu onder ede, meneer Van Nimwegen. Neemt u plaats. Ik verzoek u de microfoon aan te laten staan gedurende het hele verhoor. Wij gaan, stel ik voor, direct van start. Er zijn meerdere commissieleden die vragen aan u willen stellen. En het woord is aan mevrouw Hashi. Meneer Van Nimwegen, u was van eind 2007 tot halverwege 2009, anderhalf jaar dus, bestuurder bij woningcorporatie Rochdale. U vormde in die periode van 11 maanden samen met de heer Mullenkamp de raad van bestuur, tot aan de schorsing van meneer Mullenkamp in oktober 2008. De commissie heeft in dit verhoor vragen over uw rol en ervaring als medebestuurder en ook over de verhouding tussen het bestuur en de Raad van Commissarissen. Ik wil beginnen met wat vragen over de interne organisatie van Rochdale. Met welke redenen en welke verwachtingen heeft u gesolliciteerd bij Rochdale? Ik werd gevraagd om te solliciteren bij Rochdale, dus ik heb eraan meegedaan. Er waren meerdere kandidaten, zoals u weet. En het leek mij eens leuk om bij een wat grotere corporatie, ik werkte zelf bij een corporatie van circa 10.000 woningen, zal ik maar zeggen, is meer in de bestuurlijke rol in de corporatie werkzaam te zijn. Mm-hmm. En ja, wat ik daar verwachtte is deels een hele goede organisatie aan te treffen, dat is natuurlijk ook zo. Zeker op alle uitvoeringsaspecten. Bijvoorbeeld op het gebied van dagelijks onderhoud was het gewoon echt erg goed, Rochdale. En dat het bedrijfsmatig iets minder was, dat wist ik wel. Maar het was nog iets minder dan dat ik verwachtte. Dat was het beeld wat u ook vooraf had van Rochdale? Wij hebben eerder met elkaar gesproken. Toen heb ik u al gezegd van wellicht waren we bij de corporatie waar ik daarvoor werkte, waren we wat overgeorganiseerd. En dan zou je verwachten dat bij een nog grotere corporatie de behoefte aan beheersing nog wat groter is. Dus dat,
Maar goed, dat viel tegen, dus relatief viel dat erg tegen. Mm-hmm. En was van begin af aan de bedoeling dat u Rochtel samen met de heer Mullenkamp zou gaan besturen? Nee, dat was niet zo. Er waren besprekingen geweest met de woongroep Holland uit Amstelveen. Fusiebesprekingen. Fusiebesprekingen. En het was de bedoeling dat de heer Van den Berg Jets voorzitter zou worden van de Raad van Bestuur. Dat is toen niet doorgegaan? Dat is toen niet doorgegaan, klopt. Ja. En toen werd u samen met de heer Mullenkamp bestuurder van Rochtel? Ja, nou ja, kijk, ik kwam in de verwachting dat Van den Berg Jets daar ook zou komen. De fusiebesprekingen waren in de verre voor het stadium. Je kan bijna wel zeggen op het punt van implementeren. Mm-hmm. In de week dat ik kwam, dat was 6 november en de dag dat de heer 6 november 2007, om precies te zijn, en de dag dat de heer Mullenkamp geschorst werd, was 24 oktober 2008. Dat zijn die 11 maanden waar je het over had. Ja. Dus op de dag dat ik kwam, dat was 6 november, volgens mij uit mijn hoofd een dinsdag. Ja, het is heel bizar, maar nog voordat ik zat achter mijn bureau, belde Van den Berg Jets met de mededeling dat hij de stekker uit de fusie trok. Nou ja, en daarmee was ik samen met Mullenkamp bestuurder van Rochtel. Het was dus niet de bedoeling, maar op uw eerste werkdag werd al duidelijk dat u dus samen met de heer Mullenkamp... Ja, letterlijk op de eerste werkdag in het eerste uur zelfs. Ja. Eerste uur van ja. U? Oké. Okay. Dus het was niet helemaal volgens plan, niet volgens u? Niet volgens mijn plan in ieder geval, nee. Oké. Okay. We komen er zo nog even op terug, even kijken. Uiteindelijk zit u daar samen met de heer Mullenkamp. Hoe was de verdeling qua taken tussen u beiden? Nou ja, wacht, dat heb ik even opgeschreven, want dat is altijd lastig om te doen. Maar Mullenkamp deed zeg maar het geld, personeel en de projecten. En ik hield me vooral bezig met de volkshuisvesting, het beleid, de vestigingen en de externe vertegenwoordiging. Bijvoorbeeld naar de federatie toe of naar de stichtingsraad of naar de bewonersraden. Of, nou, mm-hmm. Dus, ja. En hoe is deze verdeling tot stand gekomen? Deze verdeling is tot stand gekomen in goed onderling overleg. En ik denk ook, kijk, Mullenkamp deed altijd al die projecten natuurlijk. Mijn grootste interesse ligt in de volkshuisvesting en de organisatiekant. Dus ja, het was ook een beetje een hele natuurlijke verdeling. Ja, en u zegt ook in goed overleg, dus u vond het ook prima die verdeling en u had daar zelf ook... Ik had daar goed gevoel bij, goed gevoel bij, ja. Oké. Toen u daar binnenkwam bij Rochtel, hoe beoordeelde u de administratieve organisatie en de interne controle, bedoel ik daar met name mee? Nou, de interne controle kon ik nog niet zo goed zien, hè, want dat kan je niet 1, 2, 3 zien. Er lag wel een kritische opmerking van de accountant over. Mm-hmm. Want ik heb al die rapporten ook maar even gelezen ter voorbereiding van dit gesprek. Dus dat is niet mijn waarneming, maar dat lees ik dus uit die rapporten, dat er een kritische opmerking van de accountant over was. En men was ook bezig om die interne controle te versterken en te verbeteren. En ook te zorgen dat de kwartaalrapportage vorm en inhoud zou winnen. Ja. U zegt dat de accountant constateerde dat het een en ander niet op orde was. U zelf niet? Ook niet na een week of na een maand? Nou, nee. Bij mij zat het eigenlijk nog een niveautje daarboven. Mm-hmm. Ja, hoe zal ik het zeggen? Wil je sturen, moet je een weg uitstippelen en dan moet je zorgen dat je tussen de lijntjes blijft. En als je geen weg uitstippelt, dan kan je in principe elke kant op sturen en dan ben je nog steeds op het goede pad. Dus er was geen duidelijke lijn, snapt u. Mm-hmm. Ik bedoel, wat je verwacht, tenminste wat ik verwacht bij een woningcorporatie, dat die nadenken over van, goh, wat is mijn werkgebied? Hoe zitten die ontwikkelingen hier in de huisvesting? Waar moet ik me op specialiseren? Wat betekent dat voor mijn woningenvoorraad? Wat moet ik afstoten? Wat moet ik toevoegen? Mm-hmm. Waar ga ik mijn renovatieinspanningen leggen? Wat ga ik met mijn prijsbeleid doen? En dat je uit basis van zo'n besef van het gebied waar je bezig bent, hè, komt tot een desinvesteringsplan, een investeringsplan, mm-hmm. dat je financiële ramingen maakt, kijken wat je wel, hoe ver je polstok rijk, hoe ver je kan gaan, hoe ver je niet kan gaan, bijstellen, terugleggen. Dus dat je op zo'n manier een bedrijf leidt. En uiteindelijk, als je dan een wat groter beeld hebt van de werkelijkheid, ja, dan kom je tot een jaarplan. En op dat jaarplan heb je je voornemens voor het komend jaar. Ja, en als je dat deelt, goed, hè, zeg maar vaststelt, goedkeurt door de Raad van Toezicht, dan kan je op dat jaarplan sturen. En daarmee zegt u, dat was er niet? Nou, en dat tussenliggende gedeelte was er eigenlijk niet. Ja, er was wel een verkooplijst overigens, die was er wel. Ja, maar dat was niet het plan wat u net schetst, dat hogere
leidraad, dat stippenlijn. Nee. Dat was er niet. Althans, niet naar mijn behoefte. Nee. Wat heeft u er toen gedaan? Beginnen om te maken. Ja. Dus we zijn begonnen om te kijken of we een beleidsplan konden maken. Mm-hmm. Voor het hele gebied waar Roosdael werkzaam was. En daar hebben we een aantal discussies voor gevoerd en we zijn ook wel tot de tekst gekomen. We zijn zelfs tot de slogan gekomen. Hè. De slogan die nu nog steeds voor het beleidsplan geldt. Roosdael is prima, professioneel resultaatgericht, integer, maatschappelijk betrokken en aanspreekbaar. Dat waren de punten die achter de P... U haalt uw wenkbrauwen op bij het woord integer? Nou ja, goed. Daar hebben we later dan. Anders zaten we hier niet. Dus daar zijn we mee begonnen. Hè, ter vervanging van het beleidsplan wat daarvoor was. Vensters open. En dat was nogal een algemeen beleidsplan. Ja. Hoe verliep dat proces? Want u wilde die verandering, of in ieder geval die verbetering maken. Hoe verliep dat, samenwerking? Nou, we hebben vooral veel discussie gevoerd. Tenminste, we hebben vooral discussie gevoerd ook met de vestigingsdirecteuren. Mm-hmm. En dat is altijd iets van een iteratief proces. Dat gaat altijd heen en weer. He, dat was onder leiding van Nimwegen, het adviesbureau dan. Geen familie, wat dan ook. Extern bureau. Extern bureau, ja. Dat gaat altijd wat heen en weer. Dat vond ik wel goed van Roosdael. Dat is goed van Roosdael. Kijk, er was... Amsterdam is groot en Amsterdam is toch heel divers. En als je dan verschillende regio's hebt, verschillende kenmerken hebt, en je hebt dan je eigen vestigingskantoor, en heb je daar ook je eigen problematiek. Dus je kunt je voorstellen dat als je met die vestigingsdirecteur aan tafel zit, dat je best nog wel even een discussie krijgt, hè, tussen de mensen uit West en Zuidoost en uit Oud-Zuid. Discussie leidt tot resultaat, dus dat was op zich geen probleem. En hoe was de samenwerking met de heer Mullenkamp in dit proces? De heer Mullenkamp had geen wezenlijk aandeel in dit proces. Nee, dus u had alle ruimte en hij bemoeide zich daarin. Het lijkt me niet onbelangrijk als u het heeft over het grote kader, de stippenlijn, dat uw collega bestuurder hier niet bij betrokken is. Hij zou weggaan, hè, ook. Dus dat was ook een aspect. Ja, dat was ook een aspect. Maar hij zou weggaan. En dit was ook zijn ding niet trouwens, denk ik. Nee. Nee, maar dat argument hij zou weggaan gaat toch niet op, omdat u aangaf dat u op de eerste werkdag al begreep dat hij aanbleef? Nee, hij zou sowieso weggaan. En als pijldatum was... Maar ik moet nu een slag om de arm houden, want ik weet het niet helemaal zeker, maar volgens mij 1 mei. Oké. Maar nog los van zijn mogelijke vertrek, hij interesseerde zich daar ook niet voor. Dit was niet zijn grootste... Niet het belangrijkste. Zijn grootste aandachtspunt, nee. Oké. Wat vond u daarvan? Ja, prima. U vond dat prima? Ja. Ja, te meer omdat hij toch weg zou gaan. Kijk, dan moet je ook niet, denk ik, proberen over je graf heen te regeren. Ja. Was er sprake van gelijkwaardigheid tussen u en de heer Mullenkamp als twee bestuurders binnen Roosdael? Dat gelijkwaardigheid heeft vele... Doet mijn microfoon het wel goed? Ik krijg elke keer... Wij horen u goed. Ja? Het is al eerder aan de orde geweest, maar u hoeft zich geen zorgen te maken. U kunt ook ietsje meer naar achter als u dat prettig vindt, hoor. Ja? Voor die meneer van verslag en redactie is dat allemaal in orde. Toch, okay. Meneer van verslag en redactie? Ziet u? Dus je hoeft niet helemaal erin te kruipen. Dat komt goed. Oké. Gelijkwaardigheid. De gelijkwaardigheid. De gelijkwaardigheid. Nee, de heer Mullenkamp. De heer Mullenkamp was op dat moment, denk ik, ongeveer zo'n 30 jaar bestuurder van Roosdael. Mm-hmm. De heer Mullenkamp heeft in de... In de volkshuisvesting zijn sporen verdiend. Hey, ik bedoel, het feit dat de Bijlmer is wat het nu is, dat is denk ik, nou ja, goed, je weet dat nooit helemaal achteraf natuurlijk, maar ik denk dat hij daar wel een belangrijke bijdrage in geleverd heeft. Met een stukje guts. Geldt ook voor de westelijke tuinsteden overigens. Dus meneer Mullenkamp was een man van aanzien, kende Amsterdam goed en had zijn sporen verdiend, of heeft zijn sporen verdiend in Amsterdam. Dus in die zin, ja, ik was nieuwkomer in Amsterdam. Ja, kijk, in Kennemerland kunt u me loslaten, maar ik ben geboren in Utrecht, maar Amsterdam heb ik overgeslagen. Dus dat is relatief een nieuw gebied voor mij. Ja, dus in die zin was er geen sprake van gelijkwaardigheid tussen u beiden? Nee, bovendien werkte Mullenkamp natuurlijk ongeveer zo'n 30 jaar samen met de voorzitter van de Raad van
commissarissen. Mm-hmm. Ja, het zal iets minder geweest zijn, maar in die orde van grootte ligt het wel. En formeel had hij ook de doorslaggevende stem als voorzitter. Ja. 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 Hoe uitte zich dat, die ongelijkwaardigheid? Kunt u daar voorbeelden van noemen? Of één voorbeeld, laten we het simpel houden. Ja, kijk. Ja. Eén voorbeeld. Ja, laat ik het nou even opgeschreven hebben, want ik denk, dan gaat die vraag een voorbeeld. Ja, dat hij gewoon op een gegeven moment het initiatief naar zich toe trekt en eigenlijk het besluit al genomen heeft voordat hij er fatsoenlijk over gesproken heeft. En dus, kijk, ik denk dat een doorslaggevende stem zo bedoeld is dat je gaat discussiëren. En als je dan in de padstelling komt in je discussie, dat je dan je doorslaggevende stem gebruikt. Dus even, nou ja, alles goed en wel, maar alles overwegende doen we dat toch maar niet. Of doen we dat toch maar anders. Ja, hij zette een bijvoorbeeld hier ook erin, laat ik het zo maar zeggen. Was er daarmee niet eigenlijk sprake van eenhoofdige leiding bij Rochester? Formeel niet. Nee, formeel niet, maar in materiële zin. Ja, is het natuurlijk onmiskenbaar zo dat meneer Mullenkamp een grote invloed had. Hè? Zowel door zijn ervaring als door zijn positie als door zijn relaties. Ja? En met in materiële zin bedoeld, in de praktijk kwam het daar wel op neer? Ja. Okay. Ja, en dan ook weer niet op alle onderwerpen, hè? Want sommige interesseerden wat meer dan anderen. Maar... En de Raad van Commissarissen was zich daarvan bewust dat dit de praktijk was? Ja, dat denk ik wel, want de communicatie tussen de Raad van Commissarissen en de werkorganisatie liep eigenlijk via de twee voorzitters. Ja. Ja, en of dan de hele raad zich dat bewust is, dat weet ik dan niet, maar dat was wel de facto situatie. Ja. Ja. Over de heer Mullenkamp wordt aangegeven dat hij een flamboyante en dominante man was. Herkent u dit? Ja, hij is af en toe zeer charmant. Bijzonder aardig, maar ook zeer dwingend. Kunt u daar een voorbeeld van geven? Van die dwingendheid ja, bedoelt ja, u? Ja, dat laatste. Ja, ik kan wel een voorbeeld van geven. Het is en dwingend en hij doet zijn eigen zin, maar hij doet dat dan op zo'n charmante manier dat je er eigenlijk ook weer geen, dat je er ook weer niks mee kan, snapt u? Een zo'n voorbeeld is dat er was tijden een soort oneenigheid tussen de twee bewonersraden. De bewonersraad Roosdeel en de Bijlmer bewonersraad. En op een gegeven moment ging het erom van, ja, dan wil je toch één bewonersraad hebben. Want als je advies wil hebben over de huurverhoging, wil je er geen twee hebben. Maar goed, dat bleef maar rommelen en rotzooien. En op een gegeven moment hebben we daar een adviseur voor ingehuurd die zeg maar dat probleem is gaan verkennen en ook uiteindelijk met een oplossing is gekomen. Nou, uiteindelijk was dat een vrij hard oordeel, namelijk dat die de ene bewonersraad moest opgaan in die andere bewonersraad. Dus ja, dan loop je in dat gebouw naar beneden, naar die vergaderkamer waar die mensen zitten, en dan zeg je tegen Hubert, nou wel je poot stijf houden. Hè? Ik bedoel, dit is het advies en zo gaan we het doen. En dan zit je daar beneden en heb je je hele verhaal verteld. En iedereen die heeft druppeltjes op zijn hoofd, omdat het een langslepend conflict is van 3 jaar lang. En dan zegt hij, laten we nog 1 keer met elkaar gaan praten. Want we zijn er toch allemaal voor de huurders, beste mensen. Dat kan toch geen kwaad als we 1 keer gaan praten. En dan, ja, en dan staat iedereen, inclusief de externe adviseur, staat te kijken zo van, wat moet je hier nou weer mee? Ja. Ja. Vanochtend hebben wij de heer Mullenkamp gesproken en ik heb hem ook de termen flamboyant, dominant voorgehouden. En hij was daar heel helder in. Hij herkent zichzelf hier niet in. Wat vindt u daarvan? Flamboyant en? Dominant, wat ik net ook al aan u voor. Hij herkent zichzelf daar niet in. Heeft u daar nog een reactie op? Of ik daar een reactie op heb? Ja. Nee, het feit dat hij zichzelf daar niet in herkent. Hij is flamboyant, hij is erg dominant. En misschien dat hij zich van die dominantie niet bewust is, maar nou ja, dat denk ik eigenlijk wel. Hij zei ook dat de termen flamboyant en dominant, dat die eigenlijk meer op u sloegen.
als collega medebestuurder. Wilt u daar nog op reageren? Nou, dominant, niet flamboyant, bij varen. Ja. Ja, laat ik zo zeggen. Kijk, als er ergens een toespraak gehouden moet worden, of Roosendaal moest geïntroduceerd worden of zo, dan waar hij overigens vaak niet bij was, dan deed ik dat wel. Dus ja, dat vind ik wel goed om te doen. Ja. En dat vind ik ook wel leuk om te doen, maar ik ben zeker niet dominant. Nee. Oké. Ik kijk naar mijn collega Oskam. Ja, u begon het gesprek met de eerste werkdag, meneer Van Nimwegen, dat de stekker eruit ging, de fusie met Woongroep Holland. Want u werd gebeld door de heer Van den Berg Jens. En die zei, ik stopte ermee. Waarom stopte hij ermee? Ik heb er later wel eens met hem over gesproken. En hij zegt, ja, ik had gewoon geen goed gevoel. En ik had dat zegt hij dan, hè. En ik heb met mijn voorzitter gebeld. En ik zeg tegen mijn voorzitter, ik heb geen goed gevoel. En dan zegt mijn voorzitter, ja, dan moet de stekker eruit trekken. Dat is wat ik van de heer Van den Berg Jets begrepen heb. Maar heeft hij nog verder verklaard over het gevoel? Had het met Mullenkamp te maken? Of had het met Rochdale te maken? Met de Groot of met zijn positie die hij zou krijgen? Meneer Van den Berg Jets kiest zijn woorden zeer zorgvuldig. Nee. Zo specifiek heeft hij zich er niet over uitgelaten. Nee. Heeft u vanochtend het interview gezien met meneer Mullenkamp? Nee. Nou, nee. Zal ik u even voorhouden, want 180 graden is misschien iets te ver, maar het zit wel in de buurt van de 170 graden, wat hij heeft verklaard. Hij zegt over de beoogde bestuursvoorzitter, want u zegt dat zou Van den Berg Jels worden. Dat u dat zou worden. En hij heeft ook uitgelegd waarom, dat u kwaliteiten had en dat u al een andere corporatie goed geleid had. En u was eigenlijk aangetrokken om de grote man van Rochdale in combinatie met Woongroep Holland te worden. Maar ik zie u verbaasd kijken. Nou, ja. Misschien nog geld te goed dan. Maar... Nee, ik niet. Heb het niet gezien. Het verbaast mij ook. Ja. Het was niet de vacature en het was ook niet het, uw komst. Dat kant op zou gaan. Nee. Oké. Okay. Er waren wel meer dingen. Dus ander punt wat ik u even voor wil houden, is over die fusiebesprekingen. U zei zojuist van, ja, die fusiebesprekingen, het zat al bijna in de implementatiefase. Mullenkamp heeft een heel ander verhaal. Hij zegt, ik heb er eigenlijk niet zoveel mee te maken gehad. Van Nimwegen kwam. En die is met die fusiebesprekingen begonnen. En dat heeft dan een aantal maanden geduurd. Nee, moet u luisteren. Het is toch heel simpel. Ik kom op 6 november bij Rochdale. Op 6 november trekt Van den Berg Jets de steken eruit. Dus dat kan sowieso nooit geen maanden geduurd hebben. En vanuit mijn positie heb ik die gesprekken met Van den Berg Jets niet gevoerd. Ja. Wel is het zo dat ik op sollicitatiegesprek ben geweest bij leden van de Raad van Commissarissen van Woongroep Holland en leden van de Raad van Commissarissen van Rochdale. Ja. En nadat die kennelijk besloten hadden dat ik degene was die daar verder mee moest, heb ik wel een aantal van die fusiebesprekingen bijgewoond. En heb ik ook met de heer Van den Berg Jets afspraken gemaakt over de invulling van de portefeuille. Maar toen werkte u nu nog bij die vorige woningcoöperatie. Ja, correct. Ja. Okay. Wat mij ook opviel, en dat triggert me toch wel een beetje, over toen mevrouw Hartje vroeg naar de gelijkwaardigheid in positie tussen Mullenkamp enerzijds en u aan de andere kant. Toen zei u van ja, hij had eigenlijk wel heel veel invloed. En dat kwam door zijn ervaring, door zijn netwerk en door zijn positie. En toen dacht ik, en zijn persoonlijkheid? Ja, zeker ook zijn persoonlijkheid. Kijk, met zijn persoonlijkheid kan hij gewoon een heleboel besluitvorming afdwingen en kan hij een heleboel mensen misleiden. En misschien is hij zich daar niet van bewust. Nou, is hij zich wel van bewust hoe hij dat doet. Ja. Zit het dan in manipuleren? Ja. Nou, een van de dingen waar we met u over willen praten, dat was toen u al begonnen was, was Frankema Heert. Dat was een heel bijzonder project. Dat was een kantoorgebouw in de Bijlmer. En er waren meer kapers op de kust. En uiteindelijk heeft Rochdale het gekocht. En u heeft daar best wel een belangrijke rol in gespeeld, voor zover wij dat kunnen zien. Even maar naar het mandaat van het bestuur. Want het bestuur, u dus ook, had een mandaat van 50 miljoen. En wij spraken eergisteren de heer Tommel.
Gisteren de heer Zwarts, geen onbekende in deze sector. En die zei daarnaast bizar, veel te hoog. En de vraag is, wat vindt u van zo'n mandaat, 50 miljoen? Ja, dat is te hoog, maar eigenlijk niet eens het belangrijkste. Nee. Weet u, het belangrijkste is, ja, dat klinkt heel vervelend, maar dat is toch dat plan wat je gedeeld hebt. Want als het goed is, dat daar al de dingen in die je het komend jaar gaat doen. En als je daar strak tegen rapporteert. Ja. Nou, over dat plan komen we nog te spreken, ja. Hè? Want u zegt het was er niet en Mullenkamp zegt het was er wel. Maar het gaat natuurlijk vooral, waar wij naar op zoek zijn, is die interactie tussen de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur. Hoe doe je nou dingen samen? Wat leg je voor? Wie beslist daarmee? En hoe ver kan je gaan als baas van zo'n organisatie? Nou, we hebben het dan over de zomer van 2008. Dan wordt het kantoorgebouw aangekocht met de bedoeling om daar dan woningen van te maken. Voor 46,5 miljoen. Dat is dan net onder die grens van dat mandaat. Maar eigenlijk zou het boven de 50 miljoen zijn. En dan zou het niet passen binnen dat bestuursmandaat. Onze vraag is eigenlijk, wie voerde nou die onderhandelingen namens Rochdale om dat pand aan te kopen? Dat pand is panden eigenlijk. Panden, ja, complex. Ja, die onderhandelingen werden gevoerd door Mullenkamp in samenwerking met Delta Forte, het projectontwikkelings BV van Rochdale. Ja. Die kijken dan over de schouder mee. Die maken berekeningen, kijken hoeveel woningen erop kunnen, hoe de grondwaarde ligt, wat de bouwkosten zijn. Dat zijn natuurlijk inschattingen van het eerste uur. En dat heeft uiteindelijk geleid dat er een koopovereenkomst is getekend ergens eind juni volgens mij. Ja, dat team, hij noemde het acquisitieteam. Acquisitieteam, wie ja. Zit er daar van de top van Rochdale in? Van de top van Rochdale. Later heb ik mezelf toegevoegd aan dat team, omdat ik ook wat meer grip en zicht op die projecten wilde krijgen. Maar ja. Daar had ik de eerste maanden geen tijd voor. Maar in die tijd zaten daar Mullenkamp in de directie van Delta Forte. En bijvoorbeeld de regio-directeuren, de mensen die over de vestigingen gingen in Amsterdam en omstreek? Waren in wisselende mate erbij betrokken. Niet in dat acquisitieoverleg, maar die waren in wisselende mate bij die projecten betrokken. Maar je moet je ook voorstellen, meneer Oskamp, er waren ook projecten die buiten een vestiging lagen. Ja, ja. Oké. Okay. Nou, uit het forensisch onderzoek maken wij op, zou je voorzichtig de conclusie kunnen trekken, dat Mullenkamp, die toch wel leading was namens Rochdale bij dat soort onderhandelingen. En dat als hij eenmaal ja had gezegd, dat het dan terugging door de organisatie. En dan werd het verder wel klaargemaakt om het af te doen. Wat Mullenkamp vanochtend zei, is dat er een soort informeel samenwerkingsverband was met de KEI, die ook actief waren in de Bijlmer. En dat de bedoeling eigenlijk was dat Rochdale dat samen met KEI zou kopen. Herkent u daar iets van? Ja, wel iets. Niet alles. Er was een bepaalde concurrentie in Amsterdam, hè, tussen woningcorporaties over wie het het beste doet en wie het mooiste doet en wie het eerste is en wie het grootste is. En nou ja, goed, noem die ze maar op. Het was bekend dat de principaal, dat was de projectontwikkelingsorganisatie van de KEI, interesse had voor Frankema Heert. En daar ook op geboden had. Ja. En uiteindelijk was Mullenkamp ze te snel af. Maar wilde die het project wel met hen delen, want ze hadden kennelijk nog steeds interesse. En daar zijn heel lang onderhandelingen over gevoerd. Ik denk tot het moment dat die met overigens afnemende intensiteit, hoor dat wel, maar tot het moment dat Mullenkamp werd geschorst. Ja. Want wat wij hebben gelezen is dat de KEI 49 miljoen heeft geboden. Daarna is Mullenkamp eroverheen gegaan, of Rochdale is eroverheen gegaan, iets van 52 miljoen. Dat lag boven dat bestuursmandaat. Nou, ik kom daar zo nog even terug, maar ik zeg u even wat wij hebben gevonden. Uiteindelijk natuurlijk Rochdale het alleen heeft gekocht. En dan misschien wel met het idee om samen te werken met de KEI, maar dat is toch iets anders dan Mullenkamp zei, dat ze samen de onderhandelingen ingingen en eigenlijk één project wilden voeren als de hoeders van de Bijlmer. De corporaties van de Bijlmer.
Zoals het mij bijstaat, meneer Oskam, niet van meet af aan. Nee. Die 52 miljoen, herkent u dat niet? Nou, ja, ik heb moeite met de getallen. Want er waren diverse opties volgens mij. Want in eerste instantie zou het gekocht worden voor 39 of 36 miljoen... plus een bepaald aantal jaren de helft van de huur of zoiets dergelijks was de constructie aanvankelijk. Klopt dat of niet? Wat ik nou, nu dat zeg? Weet ik niet. Ja, nou ja, goed, dat dacht ik. En later is dat een volledige koop geworden inderdaad voor die 46 miljoen exclusief kostenkoper volgens mij. Oké, okay. Ja. Want wat ik nog niet heb gezegd is dat zeg maar bij dat bestuursmandaat, dat was dan 50 miljoen. Maar er zaten nog twee andere voorwaarden bij. Het moest wel van volkshuisvestelijke aard zijn. Nou, je kan natuurlijk wel betogen dat een kantoorgebouw wat je omtovert tot huurwoningen, dat dat dan van volkshuisvestelijke aard is. En een ander punt was dat als zo'n project werd gekocht, dat het dan geborgd moest zijn door het waarborgfonds. En dat was nog niet het geval. Nee, dat is correct wat u zegt. U moet zich zo voorstellen, op een gegeven moment is dat project twee keer zijdelings aan de orde geweest in de Raad van Bestuuroverleg. Ja. En dan komt het project binnen bij Roosdale via een deurwaardersexploot. Dat wist u niet? Nee. Oké. Dus dat project, daar neem ik kennis van via een deurwaardersexploot. Dat komt binnen. In de deurwaardersexploot staat dat er geleverd moet worden. Nou, dan rekken die onderhandelingen zich nog wat. Enigszins buiten mijn zichtveld overigens. En komt dit bedrag op tafel. En uiteraard vragen wij ook een nadere inkleuring van wat Franke Maheert dan zou moeten zijn. Je vraagt het dus rond. Nou, over dat terrein werd er op zich hoog opgegeven. Want het was een groot terrein. Het lag op een goede plek. Het was vlakbij Joop van den Ende, als ik me kan herinneren. Vlakbij het station, grote potentie en het was op verzoek van de deelraad Zuidoost aangekocht. De namen van de wethouders kan ik u ook nog vertellen als u dat wil in die tijd. En de gemeente zou er garant voor staan. Dat is een speciale regeling en dan zou het door het WSW gewaarborgd worden. Dat was de informatie die ik had. Maar het is toch wel vreemd dat u dat via een deurwaardersexploot tot u moet krijgen. Dat stond niet in een deurwaardersexploot. Nee, maar dat dit speelde, dat hele verhaal. Nee. Op zich dat de gesprekken liepen over Franke Maheert, maar meer in de mededelende zin. Dat had ik wel begrepen, maar dat de overeenkomst was getekend eind juni had ik niet meegekregen. En heeft u meegekregen dat de notaris die dit moest transporteren op de rem is getrapt? Ja, de notaris heeft op de rem getrapt. En die wilde uiteindelijk ook dat de raad van commissarissen zou instemmen. Ja. En dat bericht heeft ons op een gegeven moment bereikt. Mij en de bestuurssecretaris. En maar Mullenkamp zat op dat moment in Spanje en ik heb hem gebeld van joh, dat is verder weg het verstandigste, want het is allemaal kantje, kantje. En doe dat nou? Ja, jongen, dat is allemaal geen probleem. Dat geeft toch wel, comfort, want zij moeten er ook van weten. Nou ja, goed, uiteindelijk is dat ook bij de Raad van Commissarissen beland. Nou heeft u nog goed werk verricht samen met de directeur concernfinanciën, want we hebben gezien dat u bent gaan onderhandelen. Uiteindelijk is het bedrag toch weer onder die 50 miljoen gekomen, uiteindelijk op 46,5 miljoen. Klopt dat? Dat is even te ver weg voor mij. Wat ik wel weet, dat kan ik niet zo zeggen. Dat kan ik me niet één op één herinneren. Wat ik wel weet is dat de organisatie er erg ongelukkig mee was dat de verkoper verbonden bleef aan dat pand en aan de ontwikkeling. En dat ze dat het liefst eruit wilden hebben. En volgens mij was dat de inzet van de heronderhandelingen. Waar wij ons over verbaasd hebben is dat in die concept koopakte ook niet heeft gestaan dat Rochdale een voorbehoud maakte voor de goedkeuring van de Raad van Commissarissen. Omdat ook die borging, zoals we net al hebben gezien, dat nog niet rond was. En dan is het wel zo dat de Raad van Commissarissen groen licht moet geven.
Het is altijd gebruikelijk, ook al hoeft het niet. En je moet er geen misbruik van maken, dat zeg ik er wel bij. Maar het is altijd gebruikelijk het onder voorbehoud dat soort overeenkomsten te sluiten. Ja, maar u weet niet waarom het in dit geval niet is gebeurd? Nee, ik ben daar niet... Want ik ga een stap verder. Daarmee werd de Raad van Commissarissen voor het blok gezet. Want die kregen zeg maar deze zaak ter goedkeuring. En dat was... voor zover wij weten was dat een e-mailprocedure en een belrondje met de voorzitter van de Raad van Commissarissen. En moesten ze binnen één dag ja zeggen tegen 46,5 miljoen. Want anders zou Rochdale 10% verbeuren van de koopsom. Dat was dan 4,65 miljoen. Ja, dat was al zo, hè? Zo ging dat, hè? Zo maar dat was al zo, hè? Natuurlijk. Wat was er zo? Ja, als dat voorbehoud er niet in stond, was je die 4,65 toch al verbeurd geweest. Ja, nee, dat is ook zo. Ja. Mullenkamp zei daar vanochtend over dat... dat het niet zo is gegaan, dat er geen e-mailprocedure was, maar dat er uitvoerig vergaderd is een week later, of 10 dagen later, ergens in die koers, dat wist hij niet precies, met de Raad van Commissarissen en met Mullenkamp erbij, over dit project en dat unaniem is besloten om hiermee in zee te gaan. Was u daarbij? Als dat overleg heeft plaatsgevonden, was ik daar niet bij. Dat is ook wel gek eigenlijk. Of was dat normaal als het over zulke enorme aankopen gaat? Nou, ik weet wel dat het onderwerp nog in de Raad van Commissarissenvergadering die volgde op die aankopen aan de orde is geweest. Maar dat komt omdat ik al de verslagen doorgelezen heb vorige week. En daar weet u ook dat de melding is gemaakt. U hebt dat verslag ook natuurlijk. En, u hebt ook gezien dat dat daar besproken is. En dat er één opmerking van procedurele aard door een van de leden van de Raad van Commissarissen is gemaakt. Nog even terugkomen op het Waarborgfonds. Want het Waarborgfonds was in die tijd niet heel blij met Rochdale. Want Rochdale stond onder verscherpt toezicht, is het niet, maar verscherpt aandacht. Dus het was allemaal niet helemaal zeker dat Rochdale die borging zou krijgen. Nou, dat was ook de vraag die we in de informerende zin aan Mullenkamp hebben gesteld. En zei, er komt een, nou weet ik niet meer precies hoe dat heet, maar dat had een naam toen, dat de gemeente zo'n project kan aanwijzen. Dan neemt ze eigenlijk de garantiestelling over, een bepaald sociaal project voor de stedelijke vernieuwing. Ja. En dan wordt het geborgd. Maar door een andere partij? Nee, door het Waarborgfonds. Ook gewoon door het Waarborgfonds? Ja. Het was eigenlijk een kantoorpand, hè? Het moest woningen worden, maar in die situaties moet het ministerie wel toestemming geven. Was dat bekend bij Rochdale? Moet het ministerie toestemming geven? Omdat het eigenlijk een nevenactiviteit is. Als je een kantoorpand aankoopt, wel met de bedoeling om daar later woningen van te maken, op dat moment ziet het ministerie dat als een nevenactiviteit. Maar de vraag is of Rochdale dat wist. Als je mij vraagt of ik dat 6 jaar geleden wist. Nee. Kijk, nu... Weet u het nu? Ja, nu wel, ja. Oké. Okay. Maar er is ook in die 6 jaar wel wat veranderd natuurlijk, ja. Ja. Nou, even naar die besluitvorming van de Raad van Commissarissen. Is het zo gegaan dat het binnen 1 dag via de mail besloten moest worden? Nou ja, ik denk dat het zo gegaan is als u dat zegt. En dat er inderdaad misschien 6 of 7 dagen later, dat weet ik niet hoor, maar in de volgende vergadering op terug is gekomen. En vooral in de procedurele zin. Dat denk ik. Ja, de vraag blijft dan een beetje of de Raad van Commissarissen volledig en juist is ingelicht. En wie dat dan moet doen. Moet Mullenkamp dat doen? Moet u dat doen omdat u ook over de financiën gaat? Of is dat dan degene die dit project begeleidt? Of misschien wel allebei? Nou, kijk... Normaal gesproken is het zo dat als je zo'n project aankoopt, en zeker een project van deze omvang, dat je natuurlijk een uitgebreide aankoopnotitie maakt waarin je de pro's en contra's omschrijft, het doel waarvoor je dit wilt doen, de risico's die je loopt en dan ben je wel een pagina of 30 verder en dan maak je een afweging. Ja. Ik zei wel, zo was de procedure bij Rochdale niet. Ik was in die tijd wel bezig om een soort toetsingskader te maken. Ik had een soort quickscan. Procedure neergezet waarbij je inderdaad dit soort dingen kon beoordelen.
Alleen dat was nog niet een implementatie en we hadden wel de afspraak dat er dan een schriftelijk stuk in de Raad van Bestuur zou komen. Nou ja, zover was het niet. Ik zei wel, de eerste kennismaking die ik feitelijk had met dit project was de deurwaardersexploot. Wat was uw vraag eigenlijk ook alweer? Ik vroeg wie daar verantwoordelijk was voor het informeren van de Raad van Commissarissen. Okay. En of dat op een juiste manier was gebeurd. Ik zal u ook zeggen waarom we dat vragen. Ja? Omdat dat conceptkoopcontract is ondertekend door Mullenkamp, dat weten we. Ja. Vervolgens heeft hij daarna een mail gestuurd naar de Raad van Commissarissen. En heeft gezegd van willen jullie instemmen? Het moet ook snel, want anders dan zitten we vast aan die 10%. Daarna heeft Van Kuilenburg een belrondje gemaakt. En pas later, nadat de Raad van Commissarissen al ja had gezegd, hebben ze het daar nog wel een keer over gehad. En het is natuurlijk niet over één nacht ijs gegaan. En bij die mail van Mullenkamp, daar zat ook een notitie van Mullenkamp, waarin die min of meer zegt, want dat was ook een van de toetsingscriteria voor de Raad van Commissarissen, de borging is op een haar naar gevild. Terwijl wij weten dat Rochdale onder verscherpte aandacht stond. En de vraag is of het wel zo was dat het op een haar nagevild was. Dus de vraag is de Raad goed voorgelicht? Wij weten dat Mullenkamp het heeft gedaan, maar heeft u daar nog een rol in gespeeld? Nee, maar het is correct wat u zegt. Want dat was de informerende vraag die vanuit de organisatie natuurlijk ook aan Mullenkamp is gesteld. Van ja. Hoe zit het met die borging? Ja. En dat was die contragarantie, zal ik hem nu maar even noemen. De juiste term heb ik even niet paraat. Maar dat was die contragarantie van de gemeente Amsterdam. Omdat het zo'n belangrijk project was in het kader van de stedelijke vernieuwing. En dat zou dan automatisch tot borging van het WSW leiden. Ja. Maar de vraag is of Mullenkamp dat toen al wist toen hij die mail stuurde. Ja, want dat heeft hij mij verteld. Ja, maar ons niet. Ja. Maar goed, het is zoals het is. Iedereen draagt zijn eigen verantwoording en iedereen heeft zijn eigen verklaring. We gaan even naar Spanje, meneer Van Nimwegen. Want in 2008 worden er in de Tweede Kamer vragen gesteld over de bouw van huurwoningen in Spanje door Rochdale. En nou ja, de vraag is of dat dan binnen het BBSH past. Waarschijnlijk niet. Maar op dat projectplan zijn wat aanpassingen gemaakt door wat we hebben begrepen door de directeur concernfinanciën en door u, zodat het plan alsnog zou passen binnen de regelgeving en de voorwaarden van het BBSH. En de vraag is of u zich daarin herkent. Kijk, formeel moest het plan altijd in voorzien om senioren uit Amsterdam te huisvesten in Spanje en dat was de bedoeling dat ze dan een grote woning achterlieten. Ja. Dat heb ik ook uit de overdracht binnen de organisatie heb ik begrepen. Dat liep al een paar jaar in discussie, onder andere een discussie die ook met de bewonersraad was gevoerd. En in juli 2008 is er een brief uitgegaan naar het ministerie, waarin dat plan ook aan het ministerie wordt gepresenteerd. Toch? De reactie van het ministerie is van, nou ja, mooi project, veel succes ermee. En op basis daarvan komt er een publicatie in de Telegraaf en dat roept Kamervragen op. En die Kamervragen gaan over investeren in het buitenland, zeg maar. En op basis van die Kamervragen ben ik met de bestuurssecretaris hier naar Den Haag geweest. Dan hebben we gesproken op het ministerie over waar de problemen van het ministerie precies lagen. Nou, dat hebben we begrepen. Het ministerie was er helder in overigens. Waar lag het aan? Sorry? Wat moest er aangepast worden? Of wat was hun punt? Nou, het moest zo zijn dat er geen export van kapitaal plaatsvond. Dus Rochdale investeert zelf niet. Rochdale neemt geen risico. En er was er nog één. Het waren drie punten. Oké. Okay. Daar hebben wij die overeenkomst op aangepast. Nou was het niet zo dat die overeenkomst flagrant fout was. Maar er stond bijvoorbeeld in, als ik het even uit mijn hoofd zeg, dat Rochdale het recht had op masterlease van het project. Maar ja, ik bedoel, als je dat toch niet mag, dan hoef je ook dat niet in het contract te zetten dat je het recht hebt. Hè? Zo bedoel ik maar. Dus die zin hebben we aangepast. Dat hebben we ook veranderd in dat contract. Conform de afspraken die we met het ministerie hebben gemaakt. Okay. U heeft toch wel het rapport van meneer Vlug gelezen? Uh,
Niet vorige week. Dat is een paar maanden geleden. Oké, maar u heeft het wel een keer gelezen. Want daar komen deze twee voorbeelden ook in terug. En Vlug die geeft een beetje het beeld dat Mullenkamp de visionair is. Die heeft ideeën en die koopt dat aan en die doet maar. Ik zeg een beetje op eigen titel, misschien zonder daar heel goed naar de consequenties en de regels en de richtlijnen te kijken. En dan blijkt het toch niet helemaal lekker te gaan boven de 50 miljoen. Nou, dat moet opgelost worden hier. U heeft het uitgelegd hoe het zit. En dat u dan toch degene bent die een beetje aan damage control moet doen. Dat is een beetje de analyse van Vlug. Herkent u zich daarin? Ja, maar dat geldt niet alleen voor mij. U noemde, ik denk dat de directeur concernfinanciën ook heel wat pleisters heeft geplakt. En dat geldt misschien ook wel voor de directie van Delta Forte. Okay. Nou, kijk even of mijn collega nog pleisters wil plakken. Geen pleisters, maar ik heb nog wel een vraag als het gaat om het project Frankemaheerd. Wat was uw rol bij het verlagen van de koopsom van dat project? Ter ondersteuning van de organisatie. Kijk, de organisatie had dat plan goed doorgenomen en doorgerekend. Hè? Dus dat kwam vanuit Delta Forte en vanuit onder andere concernfinanciën, denk ik. En die hadden veel problemen met het feit dat in die... Maar ook die heb ik vorige week niet doorgelezen, zeg ik erbij. Dus ik doe het even uit mijn hoofd. In die oorspronkelijke koopovereenkomst, de verkopende partij voor de 50% zou participeren in de ontwikkeling en ook in het resultaat van de ontwikkeling. En ja, dat moest er eigenlijk uitgevonden zijn. Want als Roosdale dat dan kocht, dan moest Roosdale die ontwikkeling geheel zelfstandig kunnen trekken. Dat is een belangrijk punt. Ja, maar mijn vraag was, wat was uw rol bij de inzet om die koopsom te verlagen? Nou, dit was de aanleiding in ieder geval voor het verlagen van die koopsom, omdat het een iets ander contract moest worden. Dat is de aanleiding, maar wat was uw rol daarin? Ja, ik heb me daar hard voor gemaakt, ja. Om die koopsom naar beneden te krijgen. Ja. En speelde daarbij nog een rol om onder het mandaat van 50 miljoen te blijven, om op die manier niet langs de Raad van Commissarissen te hoeven? Nee, niet zo expliciet dat ik me kan herinneren, nee. Niet zo expliciet? Nee. Ook impliciet? Nee, want die andere... Kijk, anders was het... Kijk, die andere koopsom was... Maar goed, dat moet ik even uit mijn hoofd doen. 36 miljoen toch, plus de helft van de huren zetten voor een bepaalde periode. Ja, u zit maar aan te kijken. Dan begin ik me af te vragen of ik het wel goed onthouden heb. Daar ging het feitelijk om. Het ging over een aanpassing van die overeenkomst. Hè? Mm-hmm. Dus het ging over dat Roosdale volledig eigenaar zou worden. Mm-hmm. En dat de koopsom in één keer betaald zou worden. Mm-hmm. En niet in de vorm van 36 miljoen plus de helft van de huurovereenkomst voor een bepaalde periode. Dat kan ik volgen, maar mijn vraag is heel simpel. Heeft er nog meegespeeld om onder dat mandaat te blijven? Dat mandaat van 50 miljoen. Want als je dat mandaat overschrijdt, dan moet je naar de Raad van Commissarissen. En heeft dat nog meegespeeld om dus onder dat mandaat te blijven? Nee, niet zo heel expliciet. Want volgens mij is dit gewoon een andere... Volgens mij is dit de oorspronkelijke koopsom anders vertaald. Ja, maar omdat u zegt, nee, niet zo expliciet, dan triggert u mij. Want dan denk ik van, heeft het dus wel ergens meegespeeld? Want het is nog voor mij nog geen helder antwoord, niet zo expliciet. Het heeft dus wel meegespeeld. Ik kan het me niet herinneren dat dit een doelstelling was van het heronderhandelen van die overeenkomst. U kunt het zich niet herinneren, dus nee. Het zou wel kunnen zijn geweest. Niet voor mij in ieder geval. Oké, niet voor u. Nee. Maar u kunt niet uitsluiten dat het dus wel bijvoorbeeld bij de heer Mullenkamp of in ieder geval meegespeeld heeft? Dat kan ik niet uitsluiten, nee. Maar vanuit uw positie, uw insteek, heeft dat totaal niet meegespeeld? Nee, en volgens mij kwam het initiatief om het te veranderen ook niet bij Mullenkamp vandaan. Niet zozeer om te veranderen, maar het gaat mij om de motivatie om onder dat mandaat te blijven. Ja. Het heeft bij u totaal niet meegespeeld? Nee, heeft bij mij niet meegespeeld, nee. Ik heb ook voor u een paar vragen over de Maserati, de dienstauto. We hebben er uitvoerig over gesproken met de heer Mullenkamp vanochtend. Een paar vragen voor u. Was er binnen de Raad van Bestuur een richtlijn voor dienstauto's? Ik ken een regeling voor dienstauto's, ja. Voor leaseauto's. Is dat dezelfde vraag? Nou, ik weet niet of u twee regelingen had binnen Rochdale voor leaseauto's en voor dienstauto's. Was dat één regeling? Ik had een regeling voor leaseauto's, ken ik. Ja. Die was er. En gold die regeling ook voor de heer Mullenkamp? Ik weet niet of met hem bijzondere afspraken zijn gemaakt. Oké, maar er is een regeling en er is ook een mogelijkheid om bijzondere afspraken te maken.
Mogelijk, ja. Aanvullend op. Ja. Mag ik u vragen welke auto u reed? Een Saab. Een Saab. En weet u ook nog wat het leasebedrag was per maand? Uit mijn hoofd zeg ik iets van 8.500 euro. Oh, 8.500 euro. Okay. Toch? Nou ja, uit onderzoek, maar goed, dat doet er niet zoveel toe. Maar in ieder geval bleek dat het ongeveer 1900 het gangbare bedrag was. Maar u bleef daar zelfs onder, dus op zich. Ja, dus dat denk klopt, ik alleen maar soberder. Dus ook, maar dat kunt u ook lezen in het rapport van Deloitte, okay. Volgens mij. Was u ervan op de hoogte dat de Maserati ook na mei 2007, nadat er met de Raad van Commissarissen een afspraak hierover gemaakt was, dat hij in bezit bleef bij de heer Mullenkamp? Op 22 oktober 2008 was ik daarvan op de hoogte. En kunt u toelichten? Ja, wij werden gevraagd om begroting te maken voor de Raad van Bestuur voor het jaar 2009. En daar zat, zoals voor alle afdelingen, zat daar een bezuinigingsdoelstelling in. En nou ja, goed, toen goed, je bent niet zo heel bekend met die organisatie, dus ja, daar heb ik grootboek gevraagd. Mm-hmm. Ze hebben dat grootboek wezen kijken van, nou ja, wat hebben we uitgegeven afgelopen jaar, waar kunnen we op bezuinigen, wat moet de begroting worden voor volgend jaar. En toen troffen we een auto aan, ja, met het kenteken S en nog iets. Puntje, puntje, S en nog iets. En opvallend aan die auto was, want normaal gesproken zouden we er overheen gekeken hebben. Mm-hmm. Maar dat er voor 200 euro getankt was met die auto. En dat is een groot bedrag. Eén tankbeurt? Ja. 200 euro. Ik heb nog nooit in een Maserati gereden, laat staan getankt. Dus ik weet niet dat... Dus 200 euro. Dat viel u op. En dat was de reden waarom u ging kijken wat dat nou precies was. En toen bleek dat het een Maserati was. Omdat de heer Mullenkamp daar nog steeds... in reed en zelfs dus dat Rochdale daarvoor betaalde. Ja. Heeft u de heer Mullenkamp hierop aangesproken? Ik heb de heer Mullenkamp gebeld, onmiddellijk. Toen wij dit ontdekten. En ik heb gevraagd aan Mullenkamp of hij dat wilde melden aan Van Kalenburg. Okay, wat was zijn reactie? Ja, dat hij dat onmiddellijk zou doen. En u ging er ook vanuit dat hij dat ook meteen deed? Nee, later op de middag heb ik hem nog een keer gebeld. En ik vroeg of hij het al aan Van Kalenburg gemeld had. En toen? En toen zei hij dat zo zou doen. En later op de avond heb ik hem nog willen bellen. Maar daar hebben vrienden van mij me van weerhouden. En toen heb ik hem de volgende ochtend... die zei, niet zo laat op de avond, het was 11:00. En de volgende ochtend heb ik hem gebeld. En toen zei hij, ja, ik stuur Van Kalenburg een brief... Ja goed, dat was maar niet genoeg. En uiteindelijk heb ik dat bij Van Kalenburg gemeld. Ja, u voelde zich noodzaakt om hem dus een paar keer op die dag te bellen. U ging ervan uit dat hij het dus waarschijnlijk niet zou doen. Twee dagen. Nou ja, goed, het was onmiddellijk. Toen was het niet gedaan. En toen ik schrijf een brief. Ja, dat was niet de beweging de goede kant op. Nee. Wat zegt dat? Dat dit de gang van zaken was? Dat de heer Mullenkamp niet meteen na uw eerste telefoontje actie heeft ondernomen? Ja, ik kan daar geen... U heeft natuurlijk een paar maanden met hem gewerkt. Dus misschien dat u daar wat kleuring aan kunt geven. Ja, kijk. Nee. Ja, kijk, het is toch een man die gewend is zijn eigen zin te doen. Ja. Maar goed, of dat hier ook gespeeld heeft, weet ik niet. Maar u belde hem wel een paar keer die dag. Dus ja. U had daar wel een gevoel bij. En ge-sms'd. Ja, nou ja, goed. Het was in oktober en sowieso was mijn gevoel al veranderd op dat moment. Ja. Ja. Ik gaf aan dat hij aangaf dat hij een brief ging sturen. Heeft u zelf nog meteen contact opgenomen met de Raad van Commissarissen? Nee, ik wilde eerst Mullenkamp zelf in de gelegenheid stellen om dat contact te zoeken. Mm-hmm. En toen Mullenkamp dat niet gedaan heeft, heb ik dat contact gezocht. Klopt. Okay. En wanneer was dat? Vrijdagochtend, 9:00 denk ik. Maar dat is een paar dagen nadat u het telefoontje naar de heer Mullenkamp had? Anderhalf dag daarna. Okay. Dus het ontdekken van zowel de Maserati als het artikel van de Telegraaf, wat er natuurlijk daarna op volgde, was de directe aanleiding om de heer Mullenkamp te schorsen. Hij is vrijdagmiddag... Ik was 's ochtends vroeg bij Van Kalenburg. En Van Kalenburg verzocht mij om
me beschikbaar te houden. En hij ontbood mij aan het einde van de middag op het hoofdkantoor van Roosdel. En toen was de schorsing een feit. Wat ons is opgevallen uit het onderzoek is dat het personeel van Rochdale wist dat de Maserati nog in de boeken stond. Nog voor dat moment waarop u actie onderneemt en het telefoontje pleegt. Wat zegt dit over de bedrijfscultuur bij Rochdale? Ja, dat is heel veralgemeeniserend, denk ik. Hè? Want Rochdale is een groot bedrijf. Laten we het beperken tot dat deel van de organisatie wat direct om de heer Mullekamp als bestuurder opereerde. Ja, dat heeft mij verbaasd. Daar heb ik geen invulling aan kunnen geven. Ik heb me achteraf een heleboel vragen gesteld die ik 6 jaar na dato ook nog niet heb kunnen invullen voor mezelf. Maar komt dat doordat mensen de heer Mullekamp beschermden, een soort van hand boven het hoofd hielden? Of was er een soort angstcultuur dat niemand het durfde te zeggen? Kunt u tussen die twee een keuze maken? Nou ja, kijk, het moet eerder die... Ik weet het niet hoor, dat zeg ik er heel eerlijk bij. Maar het moet eerder de angst geweest zijn, denk ik, dan de wil tot beschermen, denk ik. U weet het niet zeker. U kunt het niet onderbouwen. Omdat u daar toch een paar maanden natuurlijk ook als bestuurder heeft rondgelopen. Ja, misschien dat u dat wel kunt, want wij... Kijk, hij was natuurlijk nogal wispelturig. En, ja. En in die zin wist je nooit wat hij ging doen. En hij is charmant, zeker. Of hoe u dat net ook noemde. Maar de heer Mullekamp is ook bijzonder manipulatief. En dat heb je niet onmiddellijk door... Maar ik heb dat later, daar heb ik er heel goed over nagedacht, over welke methode hij dan toepast. Ja, en hij heeft gewoon een heel arsenaal aan methoden om mensen in een bepaalde positie te manipuleren. Hè, van het traditionele belonen en straffen tot en met heel dicht naast de waarheid spreken. Tot zo'n verrassingsaanval zoals ik net noemde over die bewonersraad. Maar ja goed, dat uit overlevering heb ik dat hoor. Dat heeft hij ook een keer gehad bij de Raad van Commissarissen over diezelfde Maserati. De Raad van Commissarissen, ik was daar niet bij, hè, dat was begin 2007. Dat die Raad van Commissarissen niet eens de mogelijkheid krijgt om die Maserati te sprake te brengen. En dat hij roept van... Ja, stopt u maar. Ik weet het al. U wil me met die Maserati, over die Maserati beginnen. En ik snap dat u dat wil. En ik heb mezelf ook afgevraagd. En ik vind het ook een domme opmerking. En ik rijd er geen meter meer in. Ja. En dan ook die heel letterlijke formulering, snapt u? Mm-hmm. Ik rijd er geen meter meer in. Ja, dat kwam je dan wel vaker tegen. Ja. De praktijk was een andere. Wat daarvan terecht kwam van die woorden. Nou ja, hij sprak misschien letterlijk gezien niet. Hij loog letterlijk gezien misschien niet. Maar de waarheid sprak hij ook niet. Nee. Ik kijk naar mijn collega Oskam. Ik ga even op een ander thema in. Het interne toezicht, de Raad van Commissaris. Wat ik me nou afvraag, meneer Van Nimwegen, is als er nou geen meerjaren investeringsplan is en een onvoldoende toetsingskader, want dat was een van de eerste dingen die u in gang wilde zetten toen u daar kwam. U verbaasde zich er ook over. Hoe moet die Raad van Commissarissen dan zijn werk doen? Waar moet je dan aan toetsen? Waar kan je een bestuurder op controleren? En... Ja, dat is het lastige. Misschien mag ik u een klein ding vertellen. Voor Rochdale werkte ik bij een andere corporatie, daarvoor bij een nog kleinere corporatie. En daar was een van de leden van de Raad van Toezicht, die had op een gegeven moment geen extrapolatie van die financiën gemaakt. Maar die had 5 jaar teruggekeken. Die zei van, ik heb eens 5 jaar de plannen van de corporatie op de rij gelegd. En ik heb eens even gekeken dat als ik al die oorspronkelijke begrotingen neem, wat er nou van terecht gekomen is. En dat werd besproken in zo'n Raad van Commissarissen. Dat vond ik heel slim. Ja. Dat vond ik knap. En dan kijk je naar wat is er gezegd en wat is de continuïteit en wat is de voorspelbaarheid van datgene wat er wordt gezegd. En ja,
die stelden zich ook op de hoogte over wat er gebeurde in het veld. Hè. Dus die kwamen ook bij openingen, die zagen dat ook allemaal. Die wisten wat er gebeurde, spraken met het personeel. Ja, dus in die zin zat de Raad van Commissarissen en had ze zich ook gedeeltelijk in een lastige positie gemanoeuvreerd. Tegenwoordig is het zo dat als je goed toezicht wil uitoefenen, dat je goed in de spiegel moet kijken. Dat je elkaar ook als Raad van Commissarissen de spiegel moet voorhouden. En wat er ook is gebeurd is dat bureau Vlug is ingeschakeld. Die hebben een analyse gemaakt, een evaluatie van het functioneren van de Raad van Commissarissen. Daar was de Raad van Commissarissen niet mee eens, maar het was ook niet zo best. En een van de hoofdconclusies was, dat was ook eigenlijk wel de titel van het rapport, dat er een ongezond vertrouwen was van de Raad van Commissarissen in de bestuursvoorzitter, de heer Mullenkamp. U bent ook vaak bij die vergaderingen geweest met de Raad van Commissarissen. Daar was ja. Mullenkamp ook bij, de heer Mullenkamp en u ook. Herkent u dat? Nou ja, vaak. Ik heb toevallig even zitten tellen, maar het zijn 6 of 7 keer geweest. Ze kwamen 1 keer in de maand bij elkaar? Ja, niet eens. 1 keer in de 2 maanden? Ja, eerder, ja. Oké. Okay. Kijk, vertrouwen moet er zijn. Zonder vertrouwen kan je in het toezicht absoluut niet functioneren. En dat vertrouwen, dat bouwt zich ook op ervaring. Hè? Ik bedoel, we weten pas of we elkaar kunnen vertrouwen als we nou ja, goed, dat heel langzaam proberen met elkaar. En dan kan dat vertrouwen ook groeien. Dus dit is op zich geen verkeerde kwalificatie dat er vertrouwen is. En dat is misschien ook wel het moeilijke van toezicht houden. Naast vertrouwen moet je ook controleren, hè, zei Lenin, geloof ik. Ik bedoel, dat hoeft het vertrouwen niet te schaden, of dat hoeft de relatie niet te schaden op het moment dat gewoon heel zakelijk blijft. Maar dat is heel moeilijk. Dat is een heel moeilijke balans om te treffen. Maar bleef het niet zakelijk? Waren het vrienden of kennen ze elkaar te goed? Of waar zit het nou in? Nee, ik bedoel, dat controleren moet op een zakelijke manier gebeuren. Ja. Ik had niet de indruk, ik heb niet de indruk dat het een vriendenclub is. Al is het maar omdat de heer Van Kuilenburg een naar mijn beleving volstrekt andere persoon is dan meneer Mullenkamp. Ik denk dat voor een gedeelte de Raad van Commissarissen ook op het verkeerde been gezet is. Ik zei wel, vorige week heb ik al die rapporten doorgelezen en toen zat ik te kijken naar die Van Capelle, makelaars, en hoe dat gegaan is. En ik heb ook de verslagen van de Raad van Commissarissen van toen erbij gehaald. Ja, en dan zie je dat er op een gegeven moment een brief komt van het ministerie, waarin het ministerie zegt van ja, nou moeten die aandelen weg zijn of we gaan over tot het geven van een aanwijzing. Wat ze later overigens niet doen voor de goede orde, maar goed. Dan vraag in de vergadering een van de leden van de Raad van Commissarissen. Ik was daar niet bij overigens, hè, dat was daarvoor. Maar heeft het ministerie een aanwijzing gegeven? En dan is het antwoord nee. Nou, in formele zin natuurlijk niet. Hè? Maar het is niet waarachtig. Als je 3 keer een brief krijgt en een minister op bezoek, dan moet het toch wel duidelijk zijn. Ja. Lijkt mij. Ja, overigens. Ik bedoel, hier is de Raad van Commissarissen volgens mij niet waarachtig geïnformeerd. En wat je verder ook ziet, is dat in die correspondentie die erachter zit, maar goed, dat weet u net zo goed als ik, want u heeft dat ook allemaal gelezen, dat de Raad zich inspant voor het formele standpunt. En dan schrijven volgens mij Winsemius en Van Kuilenburg gewoon langs elkaar heen. Ja. Maar ja, in beginsel was de Raad wel geïnformeerd, want Mullenkamp heeft vanochtend gezegd dat de brieven gingen naar de Raad van Commissarissen. Wij hebben in ons dossier gezien dat 1 keer is gebeurd, maar 2 keer een brief naar de bestuursvoorzitter zelf. Maar dat gesprek met minister Dekker, dat vond plaats met Van Kuilenburg. En die had gewoon de Raad van Commissarissen moeten informeren over dat gesprek. Die heb ik niet, dat gesprek heb ik niet op het. Nou, maar dat was ook voor uw tijd, hè? Ja. Nou, even afpellen waarom dat bureau komt tot die conclusie dat er ongezond vertrouwen was. 1 was gelegen in de persoon van Mullenkamp, namelijk dat het een flamboyante en dominante bestuursvoorzitter was. Een ander punt wat Vlug noemt, is dat de voorzitter, de heer Van Kuilenburg, en de vicevoorzitter op dat moment dat het onderzoek plaatsvond 27 jaar
zitting hadden in de Raad van Commissarissen. Dat zou nu onbestaanbaar zijn. Ze hebben ook inmiddels de 28 jaar nog volgemaakt. En mijn vraag is, beïnvloedt dat dan je optreden in de Raad van Commissarissen? Kan je dan wel voldoende kritisch zijn als je... Want tel daarbij op dat de heer Mullenkamp bijna 25 jaar bestuursvoorzitter is geweest. Dat het een beetje een ons kent ons verhaal aan het worden is. En kan je dan wel, als je elkaar zo goed kent, kritisch zijn op wat een bestuursvoorzitter wel of niet goed doet? De algemene opvatting is van niet, want daarom zijn de governance regels ook eind jaren 90 aangescherpt. Ja, oké, nou helder antwoord. Was die Raad van Commissarissen, was die kritisch? En hadden ze het goede niveau? Waren de competenties, tegenwoordig heb je natuurlijk allemaal die competenties, je moet een financiële man hebben, je moet een man van of een vrouw van volkshuisvestelijke aard hebben. Waren die er? Ja goed, dan moet ik citeren uit het rapport van Vlug. Nou, ik vraag naar uw mening hoor. Vlug, dat weet ja, u, dus dat is Vlug. Ja, maar die constateert dat de projectontwikkelingskant onvoldoende aanwezig is volgens mij. Ja. Nou, dat klopt, hè, want die was er niet. En voor de rest was er op zich wel een goede spreiding en een goede deskundigheid, denk ik. Ja, financieel, ja. Communicatie, juridisch. We hebben gezien, het waren natuurlijk vaak mensen met een titel, maar dat zegt niet altijd wat over de kwaliteiten. En misschien ook wel in teamverband. Als je als team opereert, moet je elkaar natuurlijk ook aanvullen. Nou ja, goed, dat teamverband, dat versterkt natuurlijk de afzonderlijke competenties wel. Ja, dan hoef je niet tegen elkaar in te gaan. Nee. Ander punt wat Vlug nog noemt, is dat Rochdale oordeelsbrieven kreeg. Krijgen andere corporaties ook van de minister. En daar werd vaak de loftrompet over Rochdale gesproken. En dat zagen wij gisteren ook bij het stoomschip Rotterdam. Dat dan natuurlijk heel moeilijk is voor zo'n raad van commissarissen. Als de wethouder en de minister zegt, fantastisch gedaan. Dat je dan als raad van commissarissen zegt, wij willen daar toch wel kritisch op zijn. Speelde dat een rol? Maar dat was natuurlijk... Ja, ik vind het wel een lastige microfoon, maar goed. Dat was natuurlijk ook zo. Ik bedoel, beter een beetje achteroverlopen. Ja, nee, ja. Dat lukt. Ik ga blijven zo zitten. Dat was natuurlijk ook zo. Ik bedoel, als je de builen zag en ziet, dat ziet er natuurlijk op een heleboel plekken spik en span uit. En er was geheel in de geest van die tijd, was er ook een politiepost die samen met de buurtwerker werkte en optrok. En ik zei wel, menig woningeigenaar zou jaloers geweest zijn op de onderhoudsdienst van Rochdale, want... Als je als koper je kraan lekte, dan moest je maar wachten wanneer de loodgieter kwam. En bij Rochdale kon je afspraak maken wanneer die langskwam. En of dat dan om 4 uur 's middags was of 9 uur 's ochtends. Ja. Hè, dus ja. Dat was heel mooi, toch? Ja, voor de huurder was dat perfect. Ja, dus dat was goed geregeld. En ja, natuurlijk, Rochdale had geloof ik 2 keer die gouden baksteen gewonnen achter elkaar met de meeste productie. Ja, dus het, ja. Maar dat maakt het lastig om toezicht te houden. Dat moet u aan de toezichthouders vragen. Nou, er komt er straks nog een, dus dat zullen we vragen. Wat nou zo jammer is, en ik zat vanochtend in de auto op weg hier naartoe naar de radio te luisteren, is dat heel veel woningcorporaties heel veel goed werk doen. En dat Rochdale eigenlijk ook een goede naam had met wat ze allemaal in de Bijlmer hadden gedaan. En ze hebben er echt goed werk gedaan. En de presentator op de radio die zei vandaag komt de zaak Mullenkamp aan de orde. En die is vooral bekend van de Maserati van de zaak. En dat maakt natuurlijk een hoop stuk. In de beeldvorming over wat er gebeurt in die corporatiewereld gaat er een hoop kapot. Dan gaat het niet alleen om die Maserati, hè, want het zou natuurlijk flauw zijn om daar steeds maar de aandacht voor te vragen. Maar bij Rochdale speelt ook mee dat de heer Mullenkamp verdachte is in fraudezaak. En dat hij verdacht wordt van en het frauderen en van zelfverrijking. En hij was bestuursvoorzitter en u heeft een tijdje met hem in het bestuur gezeten. Heeft u enig signaal of vermoeden gehad dat het in die hoek zat? Gek genoeg niet.
Nee. Sterker nog, ik heb er niet eens aan gedacht. Het was wel zo dat, en dat is een beetje vanaf augustus van dat jaar. Eind augustus word ik heel erg onrustig, omdat ik dingen gewoon niet meer inhoudelijk kan verklaren. Ik bedoel, dan is Franke Maheert gepasseerd bijvoorbeeld. De gemeente zou garant staan. De principaal zou meedoen. Spanje, het klopte wel, maar toch ook weer niet helemaal. Daar word je heel erg onrustig van, ja. Ja, het is verder geen kwalificatie naar u toe, maar je zou dan kunnen zeggen, had hij niet te veel vrijheid? Kon hij niet gewoon maar zijn eigen gang gaan? Dat niemand eigenlijk wist en ook niemand kon bevroeden dat dit speelde. Want we begrijpen ook dat de Raad van Commissarissen, die heel lang met hem heeft gewerkt, enorm teleurgesteld is dat dit nu speelt. En het is natuurlijk ook heel slecht voor de naam van Rochdale. Had hij niet gewoon te veel vrijheid? Met de kennis van nu. Ja, misschien nam hij dat ook wel. Nou, hij heeft niet heel lang bij Rochdale gezeten. En u bent nu weer directeur van een andere woningcorporatie. Is er nog iets wat u de commissie mee zou willen geven over ons onderzoek? Of over uw tijd bij Rochdale? Nou ja, over het onderzoek. Ja, nee, dat is... dat zou te pretentieus zijn. Maar, kijk, het is natuurlijk wel zo dat... Dat zeker in die tijd, hè, met de vogelaaraanpak en zo, en de wijkaanpak en het maatschappelijke investeren, ja, de corporaties ongelooflijk gestimuleerd zijn om ook op dat vlak hun best te doen. En als je kijkt in de volkshuisvesting, is er ook in die laatste 10 jaar, zal ik maar zeggen, toch evengoed nog heel erg veel bereikt. Ja, en dat is toch wel van waarde, lijkt mij. Dank meneer Oskam en mevrouw Hashi. Meneer Van Inwegen, collega Mulder heeft ook nog een paar vragen voor u. Ja, dank. Als ik zo naar u luister, en ik heb ook vanochtend naar de heer Mullenkamp geluisterd, dan heb ik nog een aantal vragen. We hebben vanochtend de heer Mullenkamp gevraagd naar wat we maar noemen uitbundige personeelsfeestjes. Waar Hans Klok kwam en dat soort zaken. En toen zei hij, nou, dat is vrij gebruikelijk in de branche. Vraagt u dat vooral ook aan de heer Van Nimwegen, want die gaat met zijn personeel met het vliegtuig naar München. Klopt dat? Nee. Nee. Nee, nee, naar de Oktoberfest of zo. Ja, dat heeft hij er niet bij gezegd. Nee. Dus u geeft geen uitbundige personeelsfeestjes. Nee. Klopt dus niet. Nee. Wat me net ook opviel bij... ik kan het u wel vertellen. Ja, dat... De laatste die ik me kan herinneren was een sportdag in Utrecht. Onder andere. Helder. Dan de Franke Maheert. Eigenlijk werd daar geconcurreerd tussen twee corporaties om dat complex. Is dat dan niet gek dat je met publiek geld van huurders elkaar gaat beconcurreren? Ja. Van de week zei iemand nog tegen mij. Hij zei van met dat die woningcorporaties de projectontwikkeling zijn gaan doen, dus echt de hand genomen hebben zitten. Hij zei, is de samenwerking van vroeger een beetje verdwenen? Mm-hmm. Ja, daar heeft hij een punt. Ja. En voor hoeveel miljoen is er dan te veel betaald bij Franke Maheert? Ja, dat weet ik niet. Nee, dat is geen idee. Het zal wel om miljoenen zijn gegaan. Dat complex is zo gigantisch groot. Daar kan ik geen inschatting van maken. Maar het is wel ten koste gegaan van publiek geld. Ja, want er is te veel betaald. Dat is sterk afhankelijk van wat er gerealiseerd wordt. Nou, maar het heeft wel, als je gaat concurreren met publiek geld, heeft dat de prijs opdrijvend effect. En dan betaal je een hogere prijs met publiek geld. Ik wil niet vervelend doen voor uw commissie. Maar? Maar het is ook de overheid die op dit moment juist die concurrentie in vele sectoren, bijvoorbeeld de volksgezondheid, stimuleert. Dus... Ja, kan. Mag je zeggen. Ja. Wij constateren dat hier met publiek geld wordt geconcurreerd om een complex. En dan, en dat intrigeert mij ook, u zei dat uw gevoel was veranderd over de heer Mullenkamp ten tijde van de Maserati. En u zei ook,
Achteraf heb ik mezelf een heleboel vragen gesteld die ik 6 jaar na dato nog niet heb kunnen beantwoorden. Klopt. Kunt u eens vertellen welke vragen dat zijn die u nog niet heeft kunnen beantwoorden? Nou ja, goed, de vraag die u ook stelt, wat had ik moeten zien? Had ik het eerder moeten zien? Had ik andere dingen moeten zien? Mm-hmm. Had ik andere conclusies moeten trekken? Mm-hmm. Ik bedoel, dat zijn natuurlijk dingen die, zeker zo rondom deze parlementaire enquête, dagelijks. Ja. En welke dingen, neemt u zichzelf iets kwalijk? Nou ja, kijk, als je achteraf naar Franke Maheert kijkt. Ik bedoel, je zit dan in de flow bijvoorbeeld. Je zit dan in de flow van wat er gebeurt met Franke Maheert. Maar eigenlijk, als je het achteraf bekijkt, is het natuurlijk ridicuul. Het is natuurlijk gewoon ridicuul wat er gebeurd is eigenlijk. Uh-huh. Achteraf, weet je, dan denk je van hoe... Je maakt normaal gesproken hele zorgvuldige afwegingen en dan probeer je te komen tot een goed besluit. En achteraf denk je, ja. Ja, en dat vraag je je dan af, ja. Mm-hmm. En leert u dan daarvan? Want u bent net weer directeur geworden van een andere corporatie. Ja. Wat is dan het belangrijkste dat u heeft geleerd? Nou, ik heb hier tussen bij een grote verzorgingsinstelling gewerkt. En het eerste wat ik gedaan heb daar is, en het idee leefde gelukkig al, dat moet ik erbij zeggen, dat we een investeringscommissie hebben ingesteld. Mm-hmm. En toen hebben we gezegd, wij nemen de besluiten over investeringen hier met elkaar. En daar zit dan financiële man bij, directeur-bestuurder bij, daar zit dan de facilitaire man bij, de vastgoedman bij. En dat doen we dan op basis van gefaseerde besluitvorming. En dan zorgen we dat we voor elk besluit een notitie hebben. En als we in die investeringscommissie een budget toekennen, dan voegen we dat budget in een computersysteem. Dan kunnen we binnen dat budget voor dat deel verplichtingen worden aangegaan. En zo zorgen we van een keten van besluitvorming tot en met uitvoering, dat tot en met de factuur, zeg maar, de keten gewaarborgd is. Dus ja, daar, ja. Dank. Dank meneer Mulder. Meneer Van Nimwegen, wij zijn aan het eind van het openbaar verhoor. U bent inmiddels weer directeur bij een andere woningcorporatie, zoals de heer Mulder net zei. Ja. Hoe is bij die corporatie het tegenwicht georganiseerd? Moet u luisteren, dat is sinds dagen, hè? Dus dat is heel recent voor de goede orde. Wat ik gemerkt heb is dat naar aanleiding van datgene wat er gebeurd is bij... veel corporaties en waarschijnlijk ook naar aanleiding van de enquête, is dat er een heleboel maatregelen getroffen zijn, bijvoorbeeld ook vanuit het Centraal Fonds, WSW en de overheid, om te komen tot controle op woningcorporaties. Eigenlijk is het een beetje een stortvloed, als ik het goed begrijp. Wat het aardige is van deze club, is dat die goed overzichtelijk is. En de mensen die in de Raad van Toezicht zitten ook lokaal betrokken en verankerd zijn. Dus een goed overzicht hebben over wat de corporatie doet. En. Ik wens u veel wijsheid toe. Dank. Ik sluit deze vergadering.